Goedendag en hartelijk welkom bij Gebruikerscentraal. Wat fijn dat je kijkt. Vandaag staat Corona Centraal. Eigenlijk, hoe hebben we het eigenlijk met elkaar overleefd tijdens de corona. De lessen die we geleerd hebben. Weet je nog, maart 2020. Van de een op de andere dag waren de straten leeg, ziekenhuizen lagen vol. Waar was jij? Van de een op de andere dag was ons leven 180 graden gedraaid. We konden niks meer. En we moesten luisteren naar de overheid. En wist de overheid zelf ook wat hij aan het doen was? Ja, dat gaan we vandaag allemaal horen. En niet van mij, maar van mijn gasten. Tamas Erkelens, wat fijn dat je er bent. Jij Thomas. bent lid van de management team Dashboard Onderzoek, Data en Ontwerp bij de programmadirectie COVID-19. Juist, Mooi. helemaal goed. Helemaal goed. Ja, fijn. Oké, en je werkt nog steeds bij het ministerie van VWS? Ja, ja, ondanks die... en dankzij corona. Ja, eigenlijk dankzij corona. Ik uh, wilde eigenlijk nooit in zo'n ivoren toren werken. En uh, ja, toen uh, was het crisis. En ja, ik, uh, ik ergde me thuis. Ik heb een mailtje gestuurd. En voordat ik het wist, was ik, uh, was ik aan de slag. Uh. Ja, zo kan het dus gaan. En daar horen we zoveel meer over. En naast hem, en naast mij, zit Chris Meeuwsen. Is freelance ontwerper. Hij werkte voorheen als designstratege voor de ministerie van VBS. Ja. Fijn dat jij er ook bent. Dank je wel. En ook jij was er denk. Nee, ja, toch? nee, klopt. Ik ben uh, eigenlijk opgepiept door uh, <laughs> Zo werkt dat gewoon. Van de een op het andere moment kun jij betrokken worden in een hele nieuwe wereld. En zeker als je niet weet wie de vijand is en wat dat teweeg gaat brengen. Want zo konden we wel een beetje noemen, de vijand, toch? Zo, een onzichtbare vijand. Een onzichtbare vijand, ja. Ja. precies. Nou, praat mee, stel je vragen natuurlijk ook via de chat. We horen heel graag van jou. Maar ik ben heel erg benieuwd. Hè. Het leven stond van een op de andere dag op zijn kop. Jij zat ook ergens, thuis op je ja, werk. Nee, ja, ik zat, ik zat thuis. Het, um, ja, uh, mijn vrouw die, uh, had er alles aan gedaan om corona te krijgen. Ze had uh, carnaval gevierd in Brabant. Oh. Ze had uh, <laughs> een resort gezeten op de Dominicaanse Republiek. Uh, tussen allemaal Milanezen en misschien weet u nog in Italië, daar was eigenlijk die eerste golf. Dus uh, ja, ze kwam terug en ze had, uh, ja, had vol op corona. Um, dus ik zat thuis met mijn gezin en ja, iedereen weet nog wel hoe dat ging. Opeens moesten die kinderen thuis blijven. En dan ja, moest je uh, gaan kijken hoe je dat deed. Ik zat midden in een ver verbouwing die niet doorging, want de aannemer was er ook niet. Dus het was uh, een stressvolle periode. Jeetje, alles lag lekker <laughs> op zich. Ja, ja. Maar gelukkig is mijn vrouw uh, na, na een paar weken wel hersteld. Ze had echt heftig corona. En um, ja, ben ik aan de slag gegaan in het crisisteam van Amsterdam. Want ik dacht: ja, als, het, als dit corona is, dan, dan uh, kunnen een heleboel mensen een hoop ellende verwachten. En uh, ja, ik, uh, ik werkte voor de gemeente Amsterdam. En ik ben daar gaan werken om eigenlijk de, de stad verder te helpen. Dus ja, dan uh, kan ik niet een beetje mijn normale werk doorgaan zitten gaan in het innovatieteam. Ik kan beter nu mezelf beschikbaar stellen voor het crisisteam. Nou, en, daar uh, wil ik zo weer meer, want je, je gaat heel snel. Gaan. Je gaat heel snel, tam tam Tamas. <laughs> want uh, uh, we moeten yes. het ook een beetje in st stapjes be dat met elkaar goed. bespreken. We gaan ook de lessen, dus er komen straks ook echt vijf lessen jouw kant op. Dus dat sowieso. Maar heel even kijken. Jij bent dus eigenlijk... Gewoon meteen dacht je, ik moet hier inschakelen. Ik heb thuis gezien wat dit met je doet. Ik heb de gevolgen geleefd. En ik zie de, bij de ministerie dat ze het niet allemaal meteen doorhebben. Ja, hebben. nou eerst bij de gemeente Amsterdam waar ik werkte. Uh -huh. En um, ja, er was veel behoefte ook aan digitale uh, vaardigheden. Want opeens, ja, um, alle informatie vanuit de overheid was toch vooral digitaal die gegeven werd. En natuurlijk wel via media en hoop. Uh, maar het was heel belangrijk om, om dat goed te krijgen. En mensen konden niet meer samenwerken met elkaar fysiek. Dus er moesten opeens digitaal allerlei processen worden, worden gedigitaliseerd. Dus dat was ik aan het doen bij de gemeente Amsterdam. Een van de dingen die we aan het doen waren, was weten hoe druk het was in de stad. Want op de drukke plekken um, ja, dan kon Mie je risico. ook makkelijker corona krijgen. Um, dus wij maakten een, uh, een drukte radar waarbij je realtime kon zien hoe druk het was. En ja, dat konden we ook weer geven in de risicoanalyses voor het bestuur. En toen, uh, ja, toen zat ik thuis en ik zag natuurlijk de persconferentie. Zoals iedereen uh, toen <laughs> nog trouw naar de persconferentie keek, <laughs> deed ik dat ook. En ik uh, hoorde Hugo de jongen zeggen: uh, we gaan een dashboard maken met een vooruitkijken voor, vooruit kunnen we dan. En een achteruitkijkspiegel met, met monitors erop. En uh, ja ik dacht, nou dat. Uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat gaat. <laughs> ja, klinkt, uh, het, klinkt, klinkt, het klinkt goed, <laughs> maar ja, ik, ben, ik was altijd ook heel sceptisch over dashboards, want dashboards vond ik speeltjes voor, voor managers. Ik dacht: ja, dat, uh, uh, er is heel weinig data beschikbaar. Hoe gaan ze dat in godsnaam doen? Um, toen dacht ik: ja, ik kan hem, in plaats van klagen, kan ik hem ook omdraaien. En toen heb ik eigenlijk namens uh, de gemeente Amsterdam met mijn baas overlegd: zullen wij niet onze hulp aanbieden? Want bij zo'n ministerie. Ja. Daar hebben ze natuurlijk nog minder ervaring met uh, digitale middelen maken dan wij een gemeente. Dus kunnen wij niet een paar mensen gaan helpen? Dat is goed voor heel het land en dus ook voor Amsterdam. Uh, dus daar kreeg ik toestemming voor. En dan heb ik een mailtje gestuurd uh, om uh, namens Amsterdam te helpen. En dat is, uh, dat is toen opgepikt. Ben je gelijk op de koffie uitgenodigd? Ik uh, ja, ik kreeg, ik kreeg meteen uh, een telefoontje. Van Hugo de Jonge, zeg. <laughs> ja, ja, ik had een mailtje van Erik Gerritsen doorgestuurd naar een directeur COVID-19. En die zei, oh, nou, dit, uh, dat klinkt goed. Uh, en hij vroeg, kun je misschien uh, morgen komen? Dus uh, ja, ik dacht, uh, oké, okay, okay. dat is goed. <laughs> Lekker hoe dat gaat. <laughs> ik, uh, en toen was ik in ja, een keer gedetacheerd? Uh, <laughs> ja, ik zat eerst in een meeting met heel veel, um, heel veel onderzoekers. Met RIVM en CBS, en iedereen zei: ja, Dit moet op het dashboard, en dat moet erbij, en dat ook. En aan het einde van de meeting ging iedereen weer weg. En toen dacht ik: Ja, het dashboard zou over twee weken live zijn. Hoe gaan ze dit doen? <laughs> um, ja, en heb ik, een, uh, heb ik eigenlijk ook op eigen initiatief een advies geschreven hoe je dat zou kunnen doen? Um, de bedoeling was ook dat RIVM het zou maken, maar RIVM die gaf aan we hebben geen capaciteit daarvoor. Dus toen hebben ze een keuze gemaakt. Oké, okay, dan gaan wij gewoon de eerste versie zelf maken bij het ministerie. En um, ja, ik had ook tegen die manager gezegd als je in de shit komt, moet je me bellen. Um, en uh, ja, toen werd ik ook gebeld uh, met uh, was dat ook weer de dag, donderdag. Ja, donderdag, <laughs> ja, donderdag? Ja, dat donderdag, don, don, ja. was donderdagavond om zes uur <laughs> en uh, met de vraag van uh, denk je dat jullie het dashboard in een week af kunnen hebben? Um, en toen, uh, toen zei ik: Nou, ik denk het wel, maar dan moeten de randvoorwaarden wel goed zijn. En um, uh, kan ik morgen komen met een club om die randvoorwaarden door te nemen? En uh, nou, toen zijn we eigenlijk die randvoorwaarden op een rij gaan zetten en heel snel naar een directeur gegeven: gegeven Nou, zorg dat er hosting is, zorg dat, er een, uh, dat we in het weekend door kunnen werken, zorg dat we uh, een goede, paar goede ontwerpers en ontwikkelaars erbij krijgen. Nou, die laatste die hebben we toen zelf, uh, zelf gevonden. Ook nog verschillende partijen met elkaar kunnen vergelijken in die tijd. Dat je niet. Zelfs uh, dat nog. Ja, ja. ja, ja, ja. dus dat, uh, dat ging ook wel. Want het moet natuurlijk wel ook op basis van de juiste criteria, moet je dan wel de juiste partijen selecteren. Het blijft de overheid. Je kan niet zomaar zeggen. Die wil ik, uh, klaar. Uh, dus, um, maar dat is gelukt. En ja, voordat we uh, weest uh, zaten we zaterdag. Uh, uh, gingen we, werden we ook vervoerd uh, naar het ministerie. Want het was natuurlijk ook een risico dat wij corona kregen. Ja, <laughs> of dat we corona meebrachten <laughs> <Ja>. naar, <laughs> naar al die uh, mensen die in dat crisisteam zaten. Dus ook dat moest heel erg volgens de regels gebeuren? Ja, zeker. We zaten op heel veel afstand van elkaar. En uh, ja, we zijn daar aan het werk gegaan. En, uh, nou, het was uh, met dank aan een aantal hele goede ontwikkelaars, uh, softwareontwikkelaars... en mensen in het datacenter van ODC Noord, uh, RIVM'ers die beschikbaar waren, communicatie, uh, GGD ja met eigenlijk met elkaar hebben we toen binnen vier dagen een, uh, een dashboard gemaakt wat uh, meteen live stond dus Fantastisch. dat is ook uh, ja de en dus het kan het, het kan, kan zo snel zeker. hè ja, want ja. een van de lessen ik schuif ze even open is als de noodzaak groot is kun je heel snel expert vinden en een oplossing ontwikkelen ja binnen dat vier klopt. dagen ja, ja duidelijk dat klopt. ja nee ja we hebben we hebben het laten zien en je ziet dus voor mij is het een les van hoe we als overheid want ik zat ook daarvoor heel lang te rommelen bij de gemeente Amsterdam we hadden niet de juiste hosting we hadden elke dingen werkten niet dus normale dingen werken niet altijd bij de overheid hè. als je software wil ontwikkelen bijvoorbeeld er zullen vast luisteraars zijn die dat herkennen kijk uh, ja, <laughs> zeker. Ja. ja dus uh, kijk je en herken je erin laat het even, uh, even ja. we zijn uh, ja, of juist niet nog of beter niet? Kunnen, ja. dan kunnen we daar het gesprek over aangaan ja. maar goed Normale dingen werk, werken vaak net niet goed of niet. En nu kon, opeens, uh, uh, kon het opeens heel snel en konden we de juiste expertise binnenhalen. En um, ja, we hadden niet alleen maar een, een eerste versie, een prototype met, met wat, wat, wat schetsjes. Maar het wat moest meteen ook het acht-uur-journaal halen. Uh, dus we hadden binnen vier dagen ook meteen 400.000 bezoekers tegelijkertijd. En dat moet het ook aankunnen? En dat moeten de hosting ja. dus ook aankunnen. Het moet veilig zijn. Dus we hebben allerlei security-checks uh, gedaan. Ja, dus het is eigenlijk een idiote uh, bedoeling geweest met dat team. Uh. Maar, maar kan het, wel. Was, uh, wat was, het kan dus. En het ja. kan is alleen als je heel goed samenwerkt met elkaar. En iedereen wilde ook. Het uh, zat er niet in vanuit zijn rol, maar zat er in van wij willen dit fixen met elkaar. Ja, en en dan kan dus, dus ook heel veel. En dat is dus ook een heel belangrijke. Je moet dus goed samenwerken. Je moet niet uh, bezig zijn met je eigen eilandje en je eigen ego-stukje, maar vooral bezig zijn met een. Het gezamenlijke doel wat je met elkaar aan doen. Ja, exact. Ja, zeg ik dat, ja, uh, ja. geen rollen, geen petten, maar gemeenschappelijk doel met een multidisciplinair team. En dan kan je heel veel. En dan ja. in één keer gaan er natuurlijk ook heel veel mensen schrijven, iets ervan vinden. En onder andere ja, ja. was Jasper van Kuik daar, en die schreef een heel stuk. Hè? Ook over dat uh, overheid is beleid aan het ontwerpen. En ik ken nog wel goede. Ontwerpers, ja, dat was dat. Sloot was, hij mee af. En toen dacht was, jij? Dat was een, uh, ja, precies, dat was een jaar, la, jaar later ongeveer, wat is dan februari 2021, dus dit was juni 2021. Um, en februari 2021, toen uh, inderdaad, hij, hij schreef een uh, column en uh, ja, hij, hij, hij sloot af. Inderdaad, ik ken een paar goede ontwerpers, dus ja, je, je moet je kritiek om, omarmen en proberen daarvan te leren. Dus ik heb hem gebeld, nou. Wie moet ik bellen? Wie, wie kan ons helpen hierbij? <tiedacht> ja. ja, en ah. En toen was in één keer Chris daar. Ja. Want ja. ik moet even Chris ook introduceren. Zeker. Want jij ja, hebt nog zoveel meer te vertellen. Ja. Maar anders denk ik, waar, waar <tiedacht> zit die Chris? Wat zit die <tiedacht> daar nou weer doen? Ja. Chris, ja. hoe je, kwam jij aan boord? Jij werd ook uit of the blue gebeld. Was ja. dit ook jouw ambitie? Want jij was ook net zoals Tamas eerst gewoon ja, een bewoner, een, een medebelever, een kijker, aanschouwer. Nee, klopt. Hoe was dat voor en, uh, jou? Voor mij heel interessant, want ik was toevallig toen bezig met een project voor het openbaar voer. En het openbaar voer lag natuurlijk helemaal op schat <laughs> door, door dit. Dus dat was ook even van, oké, okay, dat is uh, raar. Dit heeft heel veel effect ook op wat ik nu aan het doen ben. Dus ik had al een tijdje te spelen met mijn hoofd van, ik, ik wil eigenlijk naar de overheid. Ik wil dingen bij de overheid gaan doen. Volgens mij is daar heel veel cool werk te, uh, te doen. En, cool en van betekenis, en volgens mij. En van betekenis, mij. ja, dat zeker. is volgens mij ook een drijfveer voor jou. Always. Dat je dingen doet die van, voor jullie allebei... als, uh, als ik mm -hmm. dat zo zie, want zoveel passie spat er letterlijk vanaf. Hè. Oh. En, uh, <laughs> ja, maar je wordt dan gebeld door Thomas en hij zegt... hé, uh, hey, we willen je aan boord hebben, want je bent aangeraden. Ja, en dat, uh, <laughs> ja, dat is natuurlijk wel gaaf. Het <laughs> <laughs> was een beetje op een soort heel schaal. Ik dacht, hé, hey, dit is cool. Nu kan ik echt helpen waar, waar je wil helpen. Ik werkte toen nog bij een, bij een ontwerpbureau... En toen was eigenlijk de vraag van, ja, ga ik dit dan doen vanuit het bureau? Of, en, de, en eigenlijk zat ik heel snel een beetje te worstelen met, nee, ik wil daar zijn. Ik wil, als, als we dit gaan doen en dit goed gaan doen, dan wil ik onderdeel worden van VWS. En wil ik daar zijn en niet continu bezig zijn met uh, inhuurpericules uh, daar. Dus, zodat dus toen, je echt uh, 100 hands-on bent. Precies. En als ik jullie zo beide hoor, was het ook 24-7 volgens mij. Ja, ja. Zeker wel. Ja. Altijd in je hoofd in ieder geval. Elke keer als je weer thuis was, dan was je wel weer aan het malen en bezig. Dus ik merkte dat ik onwijs veel thuis het, het werk meenam. Meer dan ik normaal zou, zou doen eigenlijk. Ja en elke verjaardag waar ik kwam, uh, wilde natuurlijk iedereen weten wat er aan de hand was. De, je moest je het weer uitleggen. Ja. Dus je was met je uh, hoofd ja. al, het bezig. En elke ja. keer was er wel weer een volgend iets, hè, waardoor je uh, feedback kreeg. Hè? Want dat is ook les nummer twee. Een wendbare overheid leert van feedback. Toch? Yes. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Kun je heel even kort alleen vertellen, wat heb jij gedaan? Wat ja. was jouw... Ik ben, uh, ik ben dus bijgekomen als ontwerpstratege. Vooral heel erg bezig geweest met hoe kunnen we naar dat ont die ontwerpmindset... dus eerst goed een probleem analyseren voordat je de oplossingen gaat... dat meer bij de, bij de overheid kan brengen. En ik ben toen vooral ook veel, uh, ben ik veel bezig geweest met prikken onder afspraak. Dus toen waren we eigenlijk aan het kijken... hoe kunnen we de drempel verlagen voor mensen om een uh, om hun vaccinatie te halen. Ja, precies. En daar was de feedback ook heel hard bij nodig, toch was. Dat je dus daar ook heel goed naar moest luisteren van waarom komen nou mensen niet? Wat zijn de drempels? Ja, precies. Ja, uh, ja. Als we dan teruggaan in de tijd, dan weten we nog eerst iedereen. Het vaccin komt. Wow, fantastisch. <laughs> en uh, iedereen stond in de rij om dat vaccin te krijgen. Ik belde voor een afspraak, moest lang wachten. Maakt niet uit. We willen dat vaccin dat gaat oplossen, dat we niet meer in de shit komen. Uh, dat was mijn gevoel dan als, uh, als burger. En op een gegeven moment was nou de vaccinatiegraad is was ongeveer 80 procent. Dat is veel, maar betekent ook dat een groep mensen nog niet gevaccineerd is. En ja, als al die mensen tegelijkertijd ziek worden... dan kan het nog steeds zo zijn dat die ziekenhuizen vollopen. En als die ziekenhuizen vollopen, ja, dan moeten we een keuze maken. Uh, als land, hè, als, als kabinet, gaan, gaan we dan weer maatregelen nemen... waardoor mensen elkaar minder kunnen zien en minder besmettingen komen. Um, ja, dus dat was, was gewoon een groot, groot risico voor de volksgezondheid, maar ook voor de economie en voor het mentale welzijn. Dus ja, het doel was die vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen voor de mensen die dat natuurlijk wilden. En uh, nou, daar kwam uh, inderdaad Chris uh, zijn expertise heel erg goed van pas. En Chris die hamerde altijd op, uh, uh, want het was zo, nou laten we de prikbussen doen, laten we laten we iedereen uh, een, een smsje sturen. Er waren natuurlijk duizenden oplossingen mogelijk. <laughs> en Chris haalde er altijd van, laten we eerst goed gaan analyseren, wat zijn nou de, de, de drivers van het, uh, van het gedrag? Ja, en, to en toen merkte we dus iets heel interessants. Eigenlijk was de strategie weer van, we gaan nog een keer die campagne doen. Dat van, hé, waarom? Weet je waarom zou het dan wel meer aanslaan? Terwijl we eigenlijk zagen in ook verschillende rapporten, onderzoeksrapporten ook van RVM bijvoorbeeld, dat mensen gewoon een drempel voelden om die, die afspraak te maken. En als we vervolgens weer met mensen gingen praten, waarom is dat dan zo? En dan hoor je, oh ja, je moest twee afspraken maken in de tijd. Ja, bij die tweede was ik op vakantie. Dus dan dacht ik, nou, laat ik het zitten. Dus je had mensen die best wel bereid waren. Maar omdat het gewoon zo onhandig was, dachten, nou, doe het toch niet. En dat is zonde, hadden we niet. We dachten van, ja, die kunnen we prima wel uh, laten vaccineren. En dat hebben jullie gekeerd. Dus, en hoe ben je dat gaan onderzoeken? Hoe ben je achter al die, die informatie gekomen? Een mix van, er wordt ook heel veel. Onderzoek gedaan op dat moment. Iedereen was natuurlijk bezig met corona, dus er lag heel veel. Dus dat was aan de ene kant. En aan de andere kant, ja, praten de straat op, met mensen overleggen: wat, wat, wat doe jij? Hoe kijk jij ernaar? Ook mensen die juist een beetje buiten het, bij het je eigen bubbel zit. mensen die juist helemaal geen zin hebben om te vaccineren, gewoon continu bevragen: inderdaad, <laughs> de feestjes van uh, hoe kijk jij er tegenaan? Heb jij, al je, heb jij al je vaccinatie gehad? Zo niet, waarom niet? En allemaal altijd vanuit een open houding, en houding. dan kom je erachter. En met dit soort dingen heb je ook te maken met dat het. Uh, je hebt veel anderstaligen. Je hebt te maken met dat mensen overtuiging hebben, misschien geloofsovertuiging, culturele overtuigingen. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden, toch? Ja. Met elkaar. Ja, in ik... hey, onwijs. Ja. 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 Hij ja. zit naar jou te kijken. Ja. Ja. Ja, dat ja, sorry, dat ja. is Jij bent hier de expert. Nee, ja, nee ja, onwijs. Dat mensen twijfels ja. hebben over zijn vaccinatie is natuurlijk heel logisch. Dat, het, het, het is natuurlijk in een super tempo moeten we plotseling allemaal vaccineren. Ja, en dan, dan komen er overal nergens twijfels omhoog. Uh, ja. En daar moet je gewoon serieus mee omgaan. En gaan kijken waar zit dat er nou in en kunnen we daar iets mee. Uh, en dan maakt het natuurlijk niet zo uit waar die twijfel vandaan komt en wat dat is. Als je maar een goed antwoord op hebt en mensen kan helpen en de, eigenlijk die angst kan weghalen van... is het wel of niet goed of wat doet dit met En hoe is dan en, bijvoorbeeld zo'n prikken zonder afspraak naar voren gekomen? Wat was dan... Ja, we waren toen eigenlijk aan, aan het kijken naar wat... Uh, we zagen die prikbussen, die waren bezig. Dat werkte onwijs goed. Die gingen gewoon naar wijken toe om daar te prikken en dachten... hé, hey, dat schaaf kunnen we dat niet als, als overheid veel meer landelijk communiceren? Dus daar begon het mee van, nou, wat nou als we die prikbussen laten zien waar die zijn... Maar toen kwamen we eigenlijk achter dat heel veel GGD's ook uh, plekken hadden waar je gewoon heen kon om gewoon ja, zonder afspraak te prikken. En toen dachten we, hé, hey, wacht even, moeten we dat dan niet in kaart gaan brengen? Dus toen zijn we steeds meer gaan kijken, zijn het dan echt veel? En toen bleek het er echt heel veel te zijn. En steeds meer. En dan dachten we, hé, hey, wacht even, dat gaat helemaal niet om die prikbus. Het gaat voornamelijk om die. Locaties, daar ja. zijn er veel meer van. En waar zitten ze? Ja. En gingen ook zeg maar um, mensen er ook naar vragen waar in mijn gemeente of waar in mijn omgeving is dat? Dus kwam de druk ook ja, van absoluut. onderop in plaats absoluut. van. Ja, nou. dat is het leuke. Want zodra we het dus open gooiden, dus we, ook, het ging ook weer heel snel, want dat is ook een beetje de filosofie. Gooi zo snel mogelijk open wat je hebt, wees niet te bang. Um, He, want er was natuurlijk, stel je voor, er was het ook wel een risico om te laten zien waar de vaccinatielocatie was. Want als er tegenstanders waren, dan konden die daar naartoe gaan. Dus uh, vanuit risicodenken wa waren er ook een hoop mensen die zeiden: laten we dat niet openbaar gooien. Maar zei, laten we uh, eerst met een paar mensen opengooien en kijken hoe het gaat. En nou, in sommige plekken leverden dat problemen op. Daar werd dan beveiliging bij gezet. Dus daar kon je ook weer, uh, weer op ingaan. Dus, maar zodra het open was, kreeg je ook: de, uh, er is een persconferentie gelanceerd. Uh, ga nu kijken waar je terecht kan zonder afspraak. Ga naar Prikken zonder afspraak. Nou, dat kregen we al de eerste berichten vanuit Drenthe. Waarom staan wij niet op de, op de kaart? Dus <laughs> ja, fout. Ja. En hoe los je dat op? Door ja. gewoon, oh ja. Nou ja, dat, uh, het grappige is, we hadden eigenlijk een mechaniek gecreëerd. Waardoor de GGD's in Drenthe, daar hadden we ook natuurlijk veel contact mee. Via de GGD Goors met elkaar. Die zeiden, oh, nou dat gaan wij dus ook doen. En zet ons er maar op. En uh, soms hadden wij ook een foutje gemaakt. Want we hadden we niet, wij waren letterlijk. Um, uh, aan het copy-pasten van GGD-websites, waar die locaties waren, waar het prikken zonder afspraak was. Want ze stonden ergens online, alleen niemand kon het vinden. Ja. Dus wij hebben eigenlijk een, een drempel voor het gedrag. Men weet niet waar je uh, terecht kan zonder afspraak. Hebben wij aantrekkelijk en makkelijk gemaakt. En we kwamen er ook achter dat. Uh, 15% van Nederland werkt zonder agenda. Dus juist voor die mensen, en dat kan zijn vanuit andere cultuur, maar ik heb bijvoorbeeld ook was bezig met een verbouwing tegelijkertijd. En die gasten, die moest je ook elke ochtend bellen. Ja. Dus dat werkte ja. ook zelf. van: uh, Kom je nog vandaag? Ja. ja, ja. Precies, dus, en ja. bij die gasten sprak ik dus ook aan, daar sprak ik ook mee tijdens mijn verbouwing van: uh, Oh ja, ik kan uh, binnenkort even langs daar en daar. Toen ja. wist ze dus helemaal niet dat ik daar achter zat. Uh, met een heel team natuurlijk. Maar uh, ja, dat werkte heel goed voor, voor een groep. Dus ja, we realiseren ons, ik realiseer me dat ook vooraf niet, hoe wij zijn ingericht weer in dit soort processen mm -hmm. op mensen die, die werken met afspraken um, en ja, die, ook die, die intelligentie hebben, de taalvermogen, et cetera. Nee. En een heel groot deel van Nederland heeft bijvoorbeeld minder dat taalvermogen. Niet iedereen is hoog opgeleid en daar moet je ook rekening mee houden. En um, ja, wij zijn daar, doordat we in die aanpak elke keer stapje voor stap leerden wat wel en niet werkte, kwamen we daarachter en zijn we dat gaan versterken. En in de, uiteindelijk in de boostercampagne heeft 50% van de mensen een prik zonder afspraak gehaald. Wat ontzettend veel is. Terwijl eerst moest je altijd in de wacht hangen bij de GGD. Ja, precies. En dat ja. zorgde ervoor dat je die drempels niet had. En dat je soms ook dacht: Oh, wacht, ik heb nu even tijd. Ja, ja. waar of ik, in de buurt? Rijder even langs. Of je zag heel veel als precies. je voorbij fietste, Ree of uh, met OV was. Ja, dacht je, oh, daar was ook een prikkenmogelijkheid. Uh, ja. Dus dan was dat ook een stuk drempelverlagend. Ja. En dat kregen jullie dus ook doordat je de feedback, open stond voor feedback als overheid. En daar meteen mee ook aan de slag ging. Zodat je ook kon zorgen dat je ja. inclusief was. Exact, ja. En inclusief ja. kon handelen voor de gehele samenleving, zeg maar. Er worden, komen ook vragen. De eerste is in hoeverre je experimenteren... hetzelfde noodzakelijk als ontwerpen. Is de uh, ontwerpende overheid hetzelfde als een experimenterende overheid? Moet ik even uh, nadenken, uh, Ik Moet ik even nadenken, inderdaad. Ja. Experimenteren hetzelfde als noodzakelijk als ontwerpen. Ja, ik, ik vind experimenteren, dat, dat, dat is ontwerpen eigenlijk. Uh, Want dat betekent namelijk dat je experimenteren... houdt voor mij in dat je continu... Um, een soort feedback loop hebt. Continu als je iets maakt, even test... klopt dit nou? Want je weet het gewoon niet. Heel veel ga je, doe je toch op aannames. Hoeveel onderzoeken je ook doet... je moet blijven... Uh, toetsen. Ja. Dus voor mij, als je echt ontwerpt... dan ben je eigenlijk altijd oh. bezig met continu weer... weer leggen, klopt het nou? Is het nou goed? Zo niet, of een klein ding is niet. Nou, pas je weer aan. Nieuwe versie erop. Zo blijf je gewoon heel bezig. Dan is de kans dat iets... goed werkt, zoveel groter. Dus ik vind eigenlijk, als je niet experimenteert... dan ontwerp je eigenlijk ook niet. want Dan ben je nog steeds eigenlijk een soort van te grote afstand van de maatschappij iets aan het verzinnen. Oh, verzinnen. En, en dat grote afstand van de maatschappij, hoe betrek je de mensen in die testen, in dat ontwerpproces, in alles? Hoe zorg je ervoor dat, dat je het ook werkelijk bij mij en bij jou en bij John Doe, ja. zeg maar, ja. ook ja. <laughs> uitgeprobeerd hebt of dat werkelijk ja. gaat werken? Ja, we doen dat vaak in heel veel verschillende uh, fases. Dus dan uh, op het begin heb je natuurlijk net een idee, En maar dat kan je al wel alvast visueel maken bijvoorbeeld, om al even dat idee te pitchen. En naarmate het verder gaat, wordt het steeds meer concreet. Dan maak je het bijvoorbeeld iets meer digitaal, zeg maar. Maar je gaat steeds een stapje verder. Maar je blijft gewoon continu, terwijl het zo aan het groeien is. Ben je het hele tijd aan het, aan het testen in een andere ja, fase van volwassenheid, om het zo maar te zeggen allemaal fase van volwassenheid en ja maar er was een oh, ja, ja maar vooral wat je dus wel moet doen is gewoon zo snel mogelijk dat doen dus je wil niet iets bedenken helemaal wachten helemaal tot het eind nee, af je is moet, en dan oversteken zelf naar buiten bijvoorbeeld de reizigers was, was ook een probleem dat mensen die gingen op reis wisten niet goed wat zijn nou de regels in Nederland als ik naar Frankrijk ga moet ik dit in die regio en daar en dat ja. um, Kom terug moet ik dan in quarantaine hoe zit dat nou mm -hmm. um, nou dat hoorden we dan, uh, dan om ons heen we kregen natuurlijk vragen vanuit de kamer dus we wisten ja. daar is iets aan de hand en dat begint dan ook weer met praten met mensen, onderzoeken erbij pakken. En het begint dan ook van stel, we zouden dit of dat maken. Um, we laten zien van je vult in naar welk land ga je, welke regels zijn er in dat land. En vul in wanneer je terugkomt, welke regels zijn er in Nederland. <laughs> ja, zou dat voor jou werken? En dan, nou, dan leer je ook. Um, aan de ene kant werkt het wel, aan de andere kant niet. Doe een woordje hier anders, doe een woordje daar anders. Dus dat, dat om terug te komen ja. op de vragen, dat experimenterende. Uh, in de ontwerpaanpak is cruciaal om ontwerpen ook om te zetten tot, tot successen. denk Ik denk dat je prima een ontwerp precies. kunt maken, um, of een systemisch ontwerp, we het er net over, dat je precies kunt snappen hoe iets in elkaar zit. En da daar heeft de overheid veel te veel een handje van, vind ik. Veel te veel onderzoeken en dan snap je hoe het zit. Oh, het komt hierdoor. Uh, ja, maar dan heb je nog niet de knop waar je aan kunt draaien. <laughs> en bij dat vaccineren is een heel mooi voorbeeld, want er waren natuurlijk het komt door religie, het komt door uh, dat mensen andere partijen stemmen. Ja, dat is leuk, maar aan welke knop kun je nou draaien om die vaccinatiegraad te verhogen voor de mensen die dat eigenlijk wel willen? Uh, het is ook niet nooit de ambitie geweest om mensen die dat helemaal niet wilden, om die, uh, om zo ver te krijgen, ja, ja. te pushen. Nee, het, uh, voor mensen die dat eigenlijk wilden, wil je de drempel zo laag mogelijk maken om uh, al dan niet een vaccin te halen en een goede afweging te maken. Ja, en daarnaast, les drie is... ook wetten kun je ontwikkelen met een ontwerpersaanpak. Ja. Dus een ja. ontwerp en aanpak, toch? Dus, en hoe, ja. hoe werkt dat dan? Ja. Ja, dat was, uh, nou ja, dat is eigenlijk naar aanleiding van een, uh, die quarantaineregels... die ik net, uh, net ook met noemde schiphol, voor reizigers. Hè? De casus, ja, zeg maar. Met schiphol, ja. inderdaad. <laughs> um, ja, dan hoe dat werkte, dat was zo grappig, want... Ja, er was dus in de Kamer een motie aangenomen, we moeten een centrale registratie maken voor alle mensen die op reis uh, uh, zijn gegaan in een land met hoog risico. Dus bijvoorbeeld Zuid-Afrika, daar was een hoog risico op varianten, maar er waren ook heel veel, heel veel, uh, heel veel virussen. Um, heel veel mutaties, dus dat, dat was een hoger risico. En je zat natuurlijk in zo'n vliegtuig, wat ook niet uh, risicovrij was. Nou, in een periode dat er heel veel besmettingen uh, waren, dan waren dat gewoon hoge risico's. Um, dus die kamer die riep, riep eigenlijk de winstpersoon op: ga daarmee aan de slag. En um, ze, dat is ook typerend. In de kamer werd eigenlijk al een oplossing uh, uh, verzonnen: een centrale registratie voor alle reizigers. <lacht> <lacht> uh, <lacht> ja, maar als je dan, dat zie je denk ik te vaak gebeuren. Uh, als je die dan letterlijk gaat nemen wat of een kamer zegt of een bewindspersoon, um, dan krijg je ook een slechte wet. Want dan wordt de oplossing in de kamer bedacht in plaats van dat je gaat testen <laughs> ja. hoe je je doel kunt bereiken ja, en wordt ook de oplossing leidend in plaats van het vraagstuk. Terwijl het, het gaat om het vraagstuk, ja. dat is dan je dat oplossing niet zou werken. Oplossing. Het is het product. Ja, het, het product zelf. Het, ja. het was echt op zo'n niveau inderdaad. Ja. ja. En hoe, uh, hoe hebben jullie dat dan gedraaid voor jezelf dat dat product leidend werd? Je ging letterlijk naar Schiphol en dan mensen bevragen ja. van ja, ja, dat ga jij straks in gedaan. quarantaine of uh, Ja. Nou, eerst was het uh, was dus uh, de opdracht aan ons was: maak dat product. <laughs> en toen hebben wij gezegd: dat is, wij willen dat product maken en dan doen we het wel op onze manier. Dan gaan we ook, uh, ook uitzoeken: wat is nou, zijn nou echt de, de redenen waarom mensen dit niet doen? Proberen dat te snappen en proberen daarop in te spelen. En daarvoor zijn we dan in, inderdaad in gesprek gegaan in Schiphol. En ondertussen werd er een conceptwetstekst geschreven door juristen, waarin stond: we gaan deze gegevens verzamelen en dat hebben we nodig. En ja, met al die gegevens zijn we dus ook naar Schiphol gegaan. Stel je zou dit nu moeten invullen voordat je op reis gaat. Eh, want het was een registratie voordat mensen dan in dat vliegtuig stapten naar Zuid-Afrika. Waarin ook stond als je terug bent in Nederland dan kun je gebeld worden en gecontroleerd of je wel echt thuis blijft. Daar, want daar ging het om. Mm -hmm. um, hoe gaan mensen daarop reageren? Dat is best wel een heftige inbreuk op, op mensen hun leven. Ja. Dus nou, daar zijn we ook gaan uitzoeken hoe kun je dat op een... Manier omschrijven zodat mensen het snappen, dat ze, het, uh, dat ze het, er begrip voor, voor, voor kunnen opbrengen. Niet iedereen natuurlijk, dat is dus ook helemaal oké, okay, maar zo goed mogelijk. En uh, dat ook helder is waar, welke gegevens heb je wel en niet nodig. Nou, dat zijn we inderdaad met, zijn we gewoon prototypen gaan maken en naar Schiphol gegaan met een iPad en een telefoontje, mensen laten invullen van hoe vind je dit, hoe komt het over. Nou, op basis daarvan nou. zijn we die wetsteksten weer gaan aanpassen. En um, ja, als je die wet dus heel specifiek gaat maken, deze en deze gegevens moeten erin, dat is ook nodig voor de wet, um, ja, dan wordt het ook moeilijker om flexibel te zijn in de uitwerking. Dus we hebben geprobeerd het in de wet zo algemeen mogelijk op te schrijven, dat het toch nog wel helder genoeg was voor de, uh, voor de Kamer en voor ook uh, um, ja, alle belangenverenigingen die zich bezighouden rondom zo'n wetgevingstraject. En waardoor je dus en de praktijk hebt meegenomen en de mens centraal stond, maar dat ook dus vertalen kon in een wet. Ja, en die ja. kant. En dat vereist dus wel een hele goede samenwerking met wetgevers, juristen en, uh, en GGD op Schiphol. Dus ja, dat en, hebben we niet alleen ja. gedaan. Ja. Nee, precies. En die samenwerking was dus ook essentieel. En dat werkte omdat je zo onder de pr pressure cooker met elkaar aan de slag was. Ja, ja, deels pressure cooker, maar ik denk dus ook dat het kan zonder pressure cooker. je maar een gedeeld doel hebt. Gedeeld. En het gedeeld doel was niet, we gaan, we gaan die registratie maken... want Hugo de Jonge wil het of de Tweede Kamer wil het. Nee, we gaan ervoor zorgen dat mensen uh, beter snappen... waarom ze in quarantaine uh, moeten als ze terugkomen. Dat was de wens van de, van de wetgever tenminste. En, en ook hun helpen dat, dat makkelijk te maken. Dat, ook hun helpen dat te doen. Hè, want als je je hond moest uitlaten, ja, ja. Dat, dat, ja, dat voelde niet echt proportioneel dat je dan een boete kreeg van 400 euro. Ja, de hond moest toch naar buiten. Ja. Ja. Ja, ik denk dat ook wel dat dat wel helpt. We zaten natuurlijk ook bij de beleidsmakers. Uh, dat vloer, zeg maar. Het, het was ook een beetje hetzelfde soort team wat je dan wordt, en dat ja. helpt ook. Dat, je niet ja, dat in een is wel goed je... inderdaad om te zeggen. Ja. We zaten uh, echt echt uh, als ontwerpteam bij de beleidsdirectie. Dus we waren niet van de communicatieafdeling, niet van de digitale afdeling. Dus niet van ja. de apps. Niet, Niet, van Niet alleen maar van het, het, uit, het ontwikkelen van een, van een product, ja. zeg maar. Dat, precies. dat scheelt heel veel. Dat scheelt heel veel. Ja. Nou, we hebben heel veel vragen ook van jou, dus heel fijn. Jullie spreken over goed luisteren en over gedrag van mensen leren. Dat klinkt redelijk informeel. Dus hoe bepalen jullie <laughs> welk gedrag het meeste voorkwam en prioriteiten had? Ja... Uh. Dat doen we. Deels is dat is het ook informeel, maar deels ook helemaal niet, want we werken samen met goede bureaus die gespecialiseerd zijn in gedragsonderzoek, met onwijs veel data. Ben je gaat kijken waar zitten nou? Ja, grote groepen. Dus als we even pakken het stukje van dat uh, dat van de afspraak. Mm -hmm. ja, daar zagen we gewoon via de data die we binnenkregen van hé, hey, dit is een hele grote groep die dus zich, zich dus niet laat. Uh, die niet en, per se tegen is. Zeg maar. En die data en de, ja, voor de duidelijkheid was? Was, was dus dat um, was eigenlijk onderzoek gedaan door bijvoorbeeld INO-panel uh, met, met surveys om uit te zoeken wat zijn de redenen waarom jij je wel of niet laat vaccineren. En de RIVM-gedragsunit had daar ook onderzoek naar gedaan, uh, onder duizenden mensen. En zo kun je dus ook zien dat de observaties die je inderdaad redelijk informeel hebt, of die ook bij grotere groepen terugkwamen. Um, dat, dus, dat, ja. dus juist die combinatie tussen, het, tussen meer de kwalitatieve... Ja. bijna gevoel wat je moet hebben als, als ontwerper zelf... van dit wel, dat niet. Maar het valideren met data of dat inderdaad zo is. Want je moet jezelf ook niet te veel vertrouwen. Ja, dus dat je continu ook die check hebt. Ja, ja, ja wel en uitgaan op je gut feeling, en maar vervolgens valideren. Ja. Ja. En in het ja. geval van dat Pickers van de afspraak... was het dus echt een, een, een geval van... hé, hey, wacht even, je laat er echt een, heel makkelijk wel een groep links liggen... die het eigenlijk wel wilt, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk wel een heel makkelijk groep ja. om... Als eerst in ieder geval op te richten, zeg maar. En want, te kunnen bedienen. Ja, precies. Want ja. die willen het wel doen, ja. zeg maar. Ja, want we zagen vaccinatiebehoefte was 90 en vaccinatiegraad was 80 Ja, dan is het nee. dus een groep die in principe wel wil, maar het nog niet doet. En die nou. mis je, precies. Ja. En dat, die kun je dus wel bedienen doordat je net even anders gaat schakelen zelf. En hoe kijken jullie aan tegen het, dat eigenlijk alleen maar nieuwe dingen digitaal worden ontworpen door overheid, waardoor analoge, niet-digitale middelen verdwijnen? Ja, goede, goede vraag. Ja, Leuk vraag. Ja, de, Ik vind dat uh, uh, ja, of ik daarmee of het helemaal mee eens ben, weet ik niet. <laughs> Daar heb ik niet de overzicht <laughs> van de, de hele overheid. Maar ik vind dat analoge middelen cruciaal zijn, juist het interpersoonlijke contact ook cruciaal is. Een voorbeeld ook in de coronatijd was de twijfeltelefoon. Um, dat was gemaakt door artsen, door Robin Peters van uh, Erasmus, die zei van ja, ik maak een telefoonlijn voor, men, voor mensen die twijfelen. <laughs> en daar zaten artsen om, om uit te leggen waar dat vaccin voor was. Ja, ja supergoed. Dus ik denk dat je altijd uh, ook... Um, in ieder geval de mogelijkheid moet bieden tot persoonlijk contact. En um, ik geloof wel altijd als ontwerpprincipe digitaal eerst. Ik probeer digitaal zo toegankelijk mogelijk te maken, zo vriendelijk mogelijk... want het is gewoon ook veel goedkoper. Um, maar als dat dan niet werkt, moet je altijd wel iemand kunnen bellen. Uh, op zijn minst. En analoog contact iemand kunnen zien, dat is natuurlijk nog beter. <laughs> uh, ja, daar, uh, daar hebben we in ieder geval in het gezondheidssysteem ook wel weer huisartsen voor, bijvoorbeeld. Um, en maar dat de... bellen bijvoorbeeld was ook een, wat gedaan werd met die schiphol hè? dat mensen ook werkelijk thuis gebeld werden. En je kan ja. het, hoe werd daarop gereageerd? Vonden ze dat? Ja, dat, was ja. dat is een heel of leuke juist... vraag. Ja, want toen ik dit dit project moest doen, heb ik ook echt morele twijfels gehad. Want ik uh, geloof heel erg in vrije keuze en verantwoordelijkheid van, van Nederlanders. Daar geloof ik enorm in. En als de Kamer dan oproept tot we moeten mensen dwingen om thuis te blijven, vond ik dat heel heftig. Um, en ja, daar volgde dus ook uit die omdraaiing van we gaan niet iedereen in een database zetten. Nee, we gaan mensen proberen te helpen de juiste keuze te maken. Als ze dat dan niet, niet doen uh, of. Taal onbeschoft zijn, ja, dan is het, is het ook niet gek als ze een, een boete krijgen. Uh, maar het gaat, je doet niet een, uh, een quarantaine-aanpak om boetes uit te schrijven. Je doet dat zodat mensen uh, zich bewuster worden van dit is goed voor iedereen. De, daar voor we jou ook, en de rest. Ja. Voor, ja, precies. In ieder geval voor de, re, voor de rest, voor het grotere goed. Misschien niet voor jou persoonlijk, maar doe dat voor een ander omdat je zelf misschien niet ziek bent ja. geworden of niet zo. Ja, en we hadden dus als um, de mensen die dus belden, die gingen dus echt nabellen van uh, hoe, de eerste vraag van dat script was ook: uh, lukt het om thuis te blijven? Het was niet van mag ik vragen waar u nu bent of voor supermarktgeluiden? Ja. <laughs> dat was niet. Wat ja. <laughs> was dit? Uh, het was, lukt het een beetje om thuis te blijven? En dan gingen ze echt in gesprek. Dat script was ook gemaakt om in gesprek te gaan van, om uit te leggen. Ja, ik snap dat u nu de hond moet uitlaten. Weet wel dat. <laughs> Dat dit ook effecten he kan hebben op anderen. En inderdaad, als dan echt uh, mensen totaal onbeschoft waren. kon er een boete worden uitgeschreven. Dat is ook gebeurd. Er moest wel een afschrikwekkende werking zijn. Uh, van een meneer die kwam dan thuis. Uh, uh, van, uh, uh, op de fiets. terwijl de handhavers voor de deur stonden. omdat hij al vijf keer de telefoon had weggedrukt. <laughs> en hij zei: Oh, ik had nooit verwacht dat jullie hier zouden staan. Wat goed. <laughs> dus hij was ook. Uh, wat, uh, dat hadden wij dus helemaal niet <laughs> verwacht. Dat mensen het juist fijn vonden. Om uh, nou, niet per se een boete te betalen, maar wel om persoonlijk te worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. En juist dat anonieme eraf ging. Dus een hele goede vraag. Analoge contact, menselijke contact is cruciaal. Ja. En dat mensen dus ook het idee hadden, er wordt echt naar mij omgekeken. Ik, en wat ik doe. We hadden het kunnen weten, want het is in de literatuur treinkaartjes effect. Dat mensen reizigers zijn blijer als een treinkaartje gecontroleerd ja, is. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, en misschien is dit ook een mooie vervolgvraag. Zijn de concepten bedacht door het team... of zijn er ook manieren geweest om de samenleving te laten meedenken... over mogelijke oplossingen? Oh, zeker. Dat tweede ook. Ja, en dat, dat vond ik zelf wel het, het fijne. Want dus, wat ik al eerder zei, iedereen was bezig met corona. Dus er kwam zoveel input. Dus het was echt... Ja, het is naïef om te denken dat je alles zelf hoeft te doen... en alles vanuit de overheid hoeft te doen. Dus we hebben ook gewoon continu gekeken, wat gebeurt er nog meer? Ja. En wat gebeurt er ook verder in de wereld? Want ook alle landen in de wereld waren ermee bezig. Dus... Ja. Als het gaat om creatieve inspiratie van en, concepten. En wel een, te, wel een terechte vraag. Want het was ook soms een dilemma van... we kunnen ook een uitdaging uitzetten... ala uh, la de Appleton ja. Hackathon. En <laughs> kijken waar, komen de, de, waar komt de samenleving mee met een oplossing. Dat is toen gebeurd met die Appleton Hackathon. Uh, kwam toen niet heel veel uit. Is daarna een team gevormd van mensen die daar ook aan mee hadden gedaan. Uh, een heel ander mooi voorbeeld vind ik het Corona Dashboard. Want dat was open source online gezet. Um, en ja, open source betekent... Iedereen kan meedoen. He, het ja. Kan zeggen, er staat hier een fout in de code. Als je het zo doet, dan is het beter. En daar werden ook suggesties van aan. Zou je niet deze bron toevoegen mm -hmm. of die. Um, dus der, ja, we probeerden daar zo open mogelijk voor te staan. In een ideale wereld, uh, met meer tijd, <laughs> zou je uh, wat meer ja. als overheid ook een challenge uit kunnen zetten en dan verschillende ideeën vragen. Um, oh. En is dat dan ook een van de dingen waarvan je zegt: oh, dit is dus iets wat je een volgende keer uh, stel dat. God forbid, dat we het ja, nog keer zoiets... Ja, we moesten de organisatie ja. Ja. Dus het liefst heb je dat een organisatie ja. uh, al staat. En dat je methodes klaar hebt leggen waar het inderdaad meer mensen uit de samenleving mee kunnen werken en denken. Want dat was ook een grote frustratie. Eerst voor mijzelf ook van, wat gebeurt er allemaal? Ik, ik, ik wil dingen doen, maar het ja. kan niet ja. meedoen. Ik word een beetje op de bank gezet. Ja. En ja. De, de vier, les vier is dan ook luister naar mensen, leidt tot nieuwe ontwerprichtingen. Uh, dus luisteren. Werkt. dus dat heb je nu ook als heel mooi geschetst. Wil je die aanvullen, want anders kunnen we nog meer. De... Ja, dus kijk, ja, dat, lu dat luisteren kan op heel veel, inderdaad op heel veel manieren. Een leuke wel nog om te noemen, vind ik, is de, de analytics van websites. Is eigenlijk uh, in Enschede noemen ze dat volgens mij di digitaal luisteren. <laughs> dus wanneer je <laughs> kunt, precies kunt zien waar klikken mensen op, waar raken ze de weg kwijt op je website. Uh, maar we hadden ook een formulier toegevoegd. Een, een, een veld op elke website die we hadden, mis je iets uh, geven het door. Um, ja, daar kwam heel veel op binnen. Dus het digitaal luisteren is ook, is ook cruciaal. Juist die open feedback. Niet van geeft u deze pagina vier of vijf ja. sterren. Maar wat kan ja. er beter? Ja, ja, dus gewoon echt. En dat kwam dan ook terecht bij het ontwikkelteam, wat dat dan maakte. Dus die, die feedbackloop was heel kort. Um. En was het ook zo dat je... Je had met veel nepnieuws te maken. Ook mensen hadden heel veel vragen. Hoe ging ja. dat dan? Want dat is natuurlijk ook. Aan de hand daarvan kun je ook heel veel leren, lijkt me. Ja, nee, zeker. En, en wat we daar vooral merkten is... Aan het begin was het altijd een beetje de houding van... Nee, het uh, nepnieuws en gelijk, het uh, it, is onzin, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat is het natuurlijk niet. Mensen zetten, zitten gewoon met, met, met zorgen. En dat, Angst, dat is dus onzekerheden, zo twijfels. Dus wat wel belangrijk was, dat we dat allemaal wel serieus namen. Mm -hmm. En daar ook mee bezig waren. Dus na een tijdje zijn we ook met het... Uh, uh, ik zou het namelijk, de twijfel... Uh, ja, de twijfeltelefoon. En <laughs> ja. de website heet Overvaccineren. Overvaccineren toen, ja. ja. Uh, we waar we veel meer inging, op die twijfels. Ook achter door dat digitaal luisteren. Want we hadden op de, de website Prikken zonder afspraak een knop gemaakt. Twijfel je nog? Klik hier. <laughs> en uh, uh, ja, dan stond er een, een kort lijstje met wat veelgestelde vragen. En we zagen dat 15% van de mensen daar dus op klikte. Wat ontzettend veel was. We we moeten echt wat meer voor die groep gaan doen. Ja. En ze veel serieuzer nemen. En ik vond het ook een veel mooiere manier van omgaan met de maatschappij. In plaats van van, je moet dit doen. Daar sta ik helemaal niet achter. Maar ja. dit was veel meer van, uh, we, we bieden het aan. En als je daar twijfels over hebt, ja, laat ons je helpen en daar informatie over geven. Uh, wat voor vraag dat ook is, zeg maar. Ja, dat, dat vind ik een veel mooie manier. En het ook gewaardeerd? Merkte je ook dat mensen het nou, heel fijn vonden? om? Ja, de, dus, dus we merkten dat de bezoekers dat heel fijn vonden. Dat gaven ze ook terug. Want we hebben ook panelonderzoeken gedaan met, met, dus met bezoekers van websites of met juist met mensen normaal te praten. Wat vind je van het coronabeleid? Het um, was wel uh, bij sommige mensen uh, binnen overheid, onderzoeksorganisaties... was dat wel een, een omslag uh, uh, in het denken. <laughs> uh, dus ja, het is maar net aan wie je dat vraagt. Er was ook een reden waarom dat. Waarom eerst altijd werd gepusht, je moet vaccineren. Het is, het is, uh, het is goed voor je. Uh, doe, het, doe het gewoon. <laughs> eerst was het veel meer een, zend, uh, een zendbeweging. Ook, ook vanuit... Uh, VWS en we zijn dat echt geprobeerd uh, tegen te gaan. Dat paste ook in de tijd, hè, wat ik ja. net zei, we waren allemaal super blij dat dat vaccin er eigenlijk was. <laughs> en op een gegeven moment is het om keren. En het, ja, de beleidslijn die is, is, moest daarmee ook weer, weer uh, aangepast worden, ten opzichte van wat er in de maatschappij speelde. Ja, dus je daarin moest je continu schakelen. Ja. En nu heb je les vijf, leer met behulp van data waar behoefte aan is. En schaal op als iets werkt. En dan hebben we een kijkersvraag die zegt welke oplossingen, ontwerpen, ontwerpstappen, waren niet succesvol en waarom. Want we kijken. Ja. He, de, de, die twee lopen ook continu, denk ik, door elkaar. Ja, ja. ja klopt. Ja, je ziet je, een van de dingen die niet, niet succesvol was, was ook. Uh, het overvaccineren. Ik, ik heb ook het reizen, reizen genoemd als voorbeeld. Dus die wetten hebben we gemaakt en die quarantaineverklaring. Verkla dat, dat ging goed. Wat ik minder goed vond gaan, was dat je nog steeds, als je op reis ging. op één website kreeg je informatie over het land waar je naartoe ging. <laughs> en op de andere, uh, wanneer je weer thuis kwam. En uh, wat ik ook niet goed vond uiteindelijk is dat je wil, als je op reis gaat. Krijgen, dan boek je een reis bij een reisorganisatie of een airline. En je wil dat die eigenlijk alle informatie oh. geven die je nodig hebt. Dat het gewoon in, in die, in vak, vaktaal, klantreis uh, zit. Um, dus ik vond dat, dat niet goed gaan. We hebben wel dat ontwerp gemaakt en we hebben um, ook wel onderzocht dat dat beter was. Maar ik kreeg het gewoon niet door in de institutionele context van al die organisatietijden. Ja. Ik ben van, wij zijn van buitenlandse zaken, wij zijn alleen voor mensen die naar het buitenland gaan. Ja, daar kreeg het gewoon niet, uh, niet door. Dus dat vond ik jammer. Ja, nee, precies. Ik weet nog dat uh, Arjan Nuba daar nog een stukje over heeft gemaakt. Die liet zien van de, de, aan de overheid overheidszaak, ja. zeg maar. En dat ik ook even van, ah ja, dat ja. is gewoon wel ja. waar. Dat is jammer ja. geweest, want dat maakt het wel... Ja, die wil een centraal punt hebben, eigenlijk waar de informatie is. Ja. En dat is niet gelukt. Dat, dat, uh, ja, te, dat, dat heeft te lang geduurd om dat te maken. We hebben uiteindelijk ja. heel veel dingen samengevoeld op één website. Maar je zag, iedere organisatie maakte ook zijn eigen ding in de wil te, te willen helpen. En daardoor raakten mensen op een gegeven moment totaal het spoor bijster. Want je had iets voor vaccineren, je had iets voor quarantaine, je had iets voor <laughs> reizen, je had iets voor testen. Je, ja. ja, wat is dan de waarheid? Of wie al wat het dan. Ja. Ja, dus dat is dus die, die overvloed van al die dingen zorgt ook voor. Een kortsluiting. En, exact. En, exact. En, dat, en is dat ook iets waar we ook met elkaar van kunnen leren... als een les om ja. in de toekomst anders op te pakken? Ja. Zeker. Zeker als het geen, nu het, uh, geen crisis meer is. Precies, zeg maar. Dan is dus dus het het juiste moment om, uh, ja. Ja, precies, om op te ruimen als het ware. Ja, en het ja. weer netjes te maken. En zorgen dat die communicatie weer ja, clean is. Als daar. Dus bij het RIVM heb je de Landelijke Faciliteit Infectieziektebestrijding. En die bereidt eigenlijk nu voor, voor de volgende crisis. En zij hebben ook in hun plannen staan... er moet één platform komen voor alle informatie... En nu weten we ongeveer wat dat is. Maar we wisten al niet eens aan het begin van de crisis dat er kon worden getest en worden gevaccineerd. <laughs> dus het is allemaal eigenlijk, eigenlijk echt letterlijk een wildgroei aan uh, websites ontstaan. En de volgende keer kun je dat veel beter in één keer doen. Maar je ziet dat niet alleen hierbij. Je ziet dat nu ook niet alleen omdat crisis was. Het, het heeft meer te maken met de organisatorische ja. context. Want nu, als ik kijk naar normaal vaccineren, uh, voor mazelen bijvoorbeeld. Ja, dan geeft de GGD ook weer eigen informatie en het RIVM ook weer eigen en huisarts ook weer eigen en thuisarts ook. Ja, dus je ziet dat eigenlijk de klantreizen van de zijn niet ingericht op op wat mensen nodig hebben nog. Dat moet echt worden verbeterd. En daar ligt echt een grote handschoenen op te pakken met elkaar. Absoluut, dus ook met mensen zeker. en dat daar, geldt. Ja, die, nu geef nu ik een voorbeeld van kijken. vaccineren, maar dat geldt ja. ook voor voor um, als je een informatie zoekt over een uitkering of iets anders over gezondheid. Um, elke organisatie heeft zijn eigen ding. In plaats van dat je, uh, dat je be bekende merken hebt waar je terecht kan en waar alle organisaties samen voor kiezen, laten wij één gezamenlijke boodschap uit. Uh, Zodat je doen. de paraplu hebt en de diverse ja. organisatie daaronder kunnen specificeren wat ja. je bij een. Ja. Het gaat een helemaal stukje niet om hun welke hun organisatie je nee. bent, het nee. gaat er om uh, welke informatie iemand nodig heeft. Ja. Precies. Daarom heet dit ook gebruikerscentraal. Ja, ja in die behoefte <laughs> te kunnen voorzien. Dus ja, dat is, dat is echt een beetje een de... preaching to the converted. Ja. <laughs> maar, maar dat toch? betekent dus ja. dat dit ja. ook data is die ja. we kunnen opschalen als het werkt, uh, toch? Dat uh, is één ja, ja, van, de, van die, de lessen. Die data dat is wel echt, dat ja. gebeurt echt te weinig. Want we hebben ja. ook, ook ja. AB-test, mm -hmm. uh, dat je de, in campagne, uh, de overheidscampagne e eerst in... Bijvoorbeeld 100 wijken laat zien en als het dan het helemaal goed werkt, dan pas naar 800 wijken in Nederland sturen. Nou, dat doet elk, uh, elk zichzelf respecterend bedrijf, doet dat gewoon. En uh, dat doet de overheid nog heel weinig. Ja, en, en wat ook al eerder over het zou zo vet zijn als dat ook op beleidsvlak veel ja. meer gebeurt. Ook die wat kortere lijntjes en continu checken: werkt het nou dit beleid of moeten we dat nog tweaken of niet? Zeg maar. Dus dat, dat je zijn. veel meer uitgaat van weer dat common good, zeg maar, en dan het uitvoeren van. Wat je taak is? Nou, vooral veel meer uitgaat van dat je continu moet checken, werkt het werkt wel, eigenlijk het? wel? En niet, ja. uh, niet over de schutting moet dus gooien en wachten. Zeg maar. Bijvoorbeeld die prikbus die je net zei: van ja. we kwamen erachter dat het niet eens ging om de bus per se, maar om het feit dat mensen zonder afspraak binnen, binnen lopen. Kon, ja. Ja. Dat is een van die voorbeelden en dat je leert van een paar prikbussen op een paar plekken. Ja. Ja. Precies, precies en dat dan pas. Dat, dat maar als je, je een plan ja. had gemaakt, prikbussen door heel Nederland... Ja, dan ja. had heel Nederland volgestaan met busjes die uh, veel te duur waren... en niet per se nodig, ja. als je ja. ook gewoon een normale locatie <laughs> binnen kon lopen. En als je dus uitzoekt wat de reden is dat dat aanslaat... dan ja. weet je veel beter. Ja. Precies. Het hangt niet aan een bus, maar het hangt aan totaal iets anders voor Precies, mensen. Precies. En um, hoe bepaal je of een project succesvol is en was? En wanneer stop je met experimenteren en is uh, het ontwerp af? Ja, uh, in dit geval, we waren veel met uh, ook met GGD uh, aan, aan het kijken. Nou ja, zoals de al zei, met, met die, uh, die, die 10% die we proberen te bereiken. Ja, Je wilt natuurlijk wel weten als we dit lanceren, dat prikkers van de afspraak, gaan dan daadwerkelijk het aantal vaccins omhoog. Dus je wil wel de, de impact zien. En dus daar was je wel het mee bezig. Van, zie je die impact ook terugkomen, zeg maar? Want het is leuk dat we dit nu lanceren, maar zien we daadwerkelijk iets. Zo ja. ja, is het moeilijk nog steeds. In een maar... wijk waar je die billboard ziet en uh, waar je ook. We konden ook. Dus bijvoorbeeld dat je Facebook inlogt of Buirader, en je kreeg een advertentie: kom je prik halen zonder afspraak. Nou, dat deden we eerst in, in 100 wijken in Nederland. En toen hebben we gekeken: gaan er ook heel veel meer mensen in die wijken zich laten vaccineren? Dat bleek het geval. En daarna zijn we het pas gaan opschalen. Nou, ja. Dus in feite, dat of een project succesvol is, doe je niet aan het eind, maar doe je altijd tijdens je project om te leren wat wel en niet werkt. En daardoor is het ook eigenlijk nooit af. Uh, <laughs> dat weet ik helemaal niet zelf. Dus ja, eigen ja. Ja. Eigen, eigenlijk is het nooit af. Nooit af. Ja. Ja. Dus en, en dat opschalen, wat je ook net zegt over je doet die advertentie bij Bijenrader, is dat dan ook weer landelijk? Of kijk je dan ook weer per plek of ruimte, net zoals met die bus, van hey, waar is dit interessant of bij welke groepen of bij welke plekken zal dit wel werken? Ja, dit, dit hebben we toen gedaan door te kijken ook. Er was ook een groep in Nederland die. Die zei niet weer die corona-propaganda hier. <laughs> uh, en um, ja, daar wilde je. We hebben wel gekeken in welke wijken wonen nou veel mensen. die zo, zoals we net zeiden. op zich wel een vaccinatie willen halen. maar dat gewoon nog niet gedaan hebben. En in die wijken zijn we, zijn we eigenlijk die campagne gaan intensiveren. Um, dus. En dan de wijken waar mensen die juist heel ideologisch gemotiveerd waren, waar, mens, waar de vaccinatiegraad laag was, maar mensen dat ook gewoon niet wilden. <laughs> je kunt bijvoorbeeld denken aan meer religieuzere gebieden, zijn we ook minder die advertenties laten, laten zien. Want daardoor had je het effect. Nou ja, dan kun je een tegengesteld effect dus krijgen. De weerstand werd dan nog je, groter, krijg, kon je de weerstand uh, ja. werd de weerstand misschien nog alleen maar groter van, was onze hypothese. Ja, precies. Ja. En dat wil je ook voorkomen. Uh, moeten VWS-medewerkers opgeleid worden... om ook als ontwerpers te denken handelen? En waar liepen jullie tegen? Is dat een... Uh, um, moeten er um, meer krissen komen? Ja, ja. Nou ja, ik, ik denk dat het fijn is om, om, om meer ontwerpers te hebben bij de overheid. Ik denk dat ook de ontwerpers ook meer de taal moeten gaan spreken van de overheid zelf. Dus dat je eigenlijk een wisselwerking moet gaan mm -hmm. hebben. Het is niet alleen maar opgelost met ontwerpers erbij... en dan, dan, dan komt het wel goed. Maar ik denk wel dat het... het de essentie van ontwerpend uh, werken, dus echt eerst dat probleem, dan, dan pas de oplossing. Nou, daar ben ik wel van overtuigd: als dat meer in de overheid komt, hoe beter. En ook, we hadden het al over de vraagstukken die uit de Kamer komen. Ik zou het heel gaaf vinden als voortaan elk vraagstuk uit de Kamer ook daadwerkelijk een vraagstuk is. Wat bij een ministerie komt en niet een: kom, we gaan dit product maken, los het maar op, ministerie. Want dat, dan ben je altijd of achter. Dan moet je altijd eerst dat product, als het ware, weer bekijken: is dat wel het juiste product? Voordat je weer naar de vraagstuk kan. Ja, dus ja. dat je veel meer vanuit de vraagstuk aan de slag bent. Ja, ja. exact. En dat is een mindset. Die kun je he ook hebben als beleidsmaker. Je hoeft niet, uh, niet naar de TU Delft gegaan te met een industri industrieel ontwerp. Dus ik denk dat elke beleidsmaker wel wat heeft aan het leren van die ontwerpskills, uh, Zoals, zoals Christy die, he die heeft. Maar dat in principe iedereen dit moet kunnen. Um, en ten tweede moet het, moeten er ook de randvoorwaarden zijn dat dus een manager. Niet zegt oh, maak dit ding. <laughs> um, maar um, juist probeert af te houden naar een bestuurder. Dus zeg maar, wij kunnen dit probleem voor je oplossen. En we gaan kijken of dat ding de juiste de oplossing, de oplossing is. is. En als ja. dat ding niet de juiste is, dan gaan we andere dingen voor jou maken. En ik denk dat een bestuurder daar alleen maar heel erg blij mee is. Ja, dus waardoor je dus uh, iemand niet een blauwtje laat lopen. Hè? Want ja. dat is ja. ook ja. vaak toch ja. wat en, erachter is. En primaat zit of van niet? de politiek ook. Hè? Ja. Dus ja. je moet ook gewoon uitvoeren als ambtenaar, ja, dat is heel precies. terecht. Ja, ja. En dat je die veel meer beter bij elkaar kunt brengen. En dat het ook nut heeft ja. voor de samenleving waarvoor je het uiteindelijk ja, doet. Ja, precies. Dat is de reden waarom ik niet projectmanager project ben, maar nu MT-lid. Om juist in dat spel um, de, de randvoorwaarden te kunnen creëren. Ja. En daar dus ook op te blijven toezien dat dat ook werkelijk gebeurt ja, ik ben zoveel mogelijk. Zoveel <laughs> ja. En dan denken jullie dat omdat het nooit af is, de overheid meer moet uh, naar het denken in een dienstverlening voor mensen in plaats van oplossingen voor mensen? Ja, en dan is de vraag natuurlijk. Wat, wat is het denken in dienstverlening in plaats van oplossingen? Ik denk dat um, ja, kijk als ik denk dat oplossing op zich goed is, want dienstverlening kan ook is altijd ook weer een middel. <laughs> het liefst wil je dat een probleem niet ontstaat. En dus als je alleen maar dienstverlening hebt... Um, liever heb je dat problemen helemaal niet ontstaan. Dus, uh, dus investeer je in, in het voorkomen uh, van problemen. Een voorbeeld, als mensen meer gaan bewegen... heb je minder gezondheidsproblemen. Dus liever investeer je ook in het, um, het zorgen dat mensen meer gaan bewegen. En niet alleen maar dienstverlening voor mensen die dat te weinig doen... <laughs> Dus dat is wel het gevaar van als je te veel in een dienstverlenende blik gaat, dan kijk je naar hoe kunnen we mensen helpen in die situatie en minder naar hoe kunnen we het voorkomen. Dus ik denk ja. dat je en-en moet. Dus je moet en, en, en dienstverlenen en ook juist proberen um, ja, problemen te voorkomen. Ja. Nou, en misschien sluit deze vraag dan ook uh, voor een extra laag daarin. Hoe gaan we de Kamer ondersteunen in het stellen van de juiste vragen, ja. geven van de juiste opdrachten? Heel erg fijn. Fantastisch hoe je dit... Uh, uh, een is on een ontwerplobbyclub. Ja. ja, dat zou, uh, zou uh, grappig zijn als mocht dat ooit ontstaan. Ja. ja, en ik ben ook nog een voorstander van... Nu, uh... Ja, dat zou wel gaaf zijn. Toch? Jij kan het. Ja, ik, ik ben ambtenaar. Dus nee, daarom. dus jij bent... Uh, ja. Dus ik moet het oprichten. Het huisverkeer voor. <laughs> ja. Maar ik denk ook, wat mij altijd nog wel gaaf leek, is ook als je de, de, de minister van een ministerie, ook die hierin meeneemt en hierin opleidt. Dus eigenlijk, die krijgen natuurlijk die, die vragen van het Kamer. Maar die kunnen dat natuurlijk ook omvormen. Dus op het moment dat zij een oplossing krijgen, als het ware, van, van een Kamerlid, dat ze zeggen, oké, okay, we snappen, de, we snappen dat je hiermee mee zit, de oplossing voor dit probleem. Dan gaan we met het probleem aan de slag. Daar, dat ga ik doen met mijn ministerie, maar dat die het ook een beetje pareert, zeg maar. Ja. En niet gelijk zegt: Oké, okay, dat product of die oplossing, prima. Mijn ministerie gaat het uitvoeren. Dus ik vind ook dat de minister van een ministerie daar een rol heeft om dat goed te vertalen, zeg maar, en goed mee te nemen. Dus ja. dat zou je ook vanuit. Ik zou dat in de ideale wereld zou ik, zou ik daarmee eens zijn, maar. Ik zie dat de dynamiek in de Kamer, ik heb ook een hoop Kamervragen beantwoord, niet zo is. <laughs> en dat ministers daar te, ook logischerwijs niet de, daar de tijd of de ruimte voor hebben om dat te kunnen. Dus ik vind dat meer een opgave voor de ambtenaren. Uh, om wel mee te gaan met begrip van we zien deze, deze uh, beweging in de maatschappij, we zien deze vragen die op, op je afkomen. Um, daar moeten we wat mee. Laten we proberen dat te onderzoeken en leren uh, hoe we daar tot een mooie oplossing kunnen komen. En daar heb je ook symbolen voor nodig. Dus zo'n dashboard is natuurlijk een heel mooi voorbeeld... van iets wat eigenlijk... Uh, eigenlijk is het niks. Daarom was ik altijd ik kritisch. Het speeltje voor manager, een dashboard. Maar wanneer je dat dus maakt... tot een, <laughs> tot een transparant communicatievorm... Waarin, waarin je beter visueel maakt... Uh, en toegankelijk wat er aan de hand is in een land... ja, daar kan ik achter staan. Het, en natuurlijk heeft een minister nodig om te zeggen: Ik ga het dashboard maken. Ja, daar is het ook een minister voor. <gijfie> uh, dus ik denk niet dat je, die, dat je hem moet ja. opleiden van: Ik ga nu een. Uh... Of NN misschien? Ja, ja ik, ik vraag me. Ik denk, ik denk dat je Kunnen best het nu de wel. Ik denk dat je ook als minister toch toch kan zeggen: Ik ga dit probleem oplossen. Ik de, denk dat het wel veel sterker is. Dus ik ben daar wel mee oneens als je kan best wel... Ik snap gewoon waarom minister graag met een ding komt en het wil. Um, en dat wil benoemen. Ja, dat, dat is ook gewoon beeldtaal die je in de politiek hebt. En als je heel abstract als minister gaat praten... ik ga voor jou het probleem oplossen met een ontwerpmethode... ja, dat, dat <laughs> werkt niet. Daar is het ook geen politicus voor. En dat abstracte is soms een, uh, een dingetje ook. Ja, zeker. Ja. Dat, daar moeten, moeten wij continu ja. op letten. Omdat wij zitten helemaal in de methodes, in de data en weet ik veel wat. En ja, de juiste voorbeelden die... Die kunnen helpen. En ook de voorbeelden van hoe we iets hiervoor hebben gedaan, geeft ook vertrouwen dat dat dus kan. Ook wanneer de druk niet zo hoog is. Maar druk niet zo hoog is. Nou, en misschien een mooie laatste vraag. Hebben jullie al voorbeelden gezien van hoe we de lessen in de overheidsverlening hebben beslecht? Dus hè, we hebben Dit prachtige set. lessen hier, en hebben we dus eigenlijk uh, en hebben we dat eigenlijk wel gedaan. Ja, goede ja. vraag. Ja, als ik kijk naar, naar VWS, hebben we een aantal projecten gedaan. Um, om deze methode in te zetten voor bijvoorbeeld voor het bewegen, wat ik net zei, zijn we weg aan de slag gegaan met de directiesport. Um, ja, dat is ook een teaser, denk ik, voor volgende week <laughs> of over twee weken, wanneer Sebastiaan daar meer over gaat vertellen. Um, en andere lessen zie ik terugkomen in dat het dus landelijke faciliteit infectieziektebestrijding. Maar als ik puur kijk naar de lessen van corona, ben ik persoonlijk wel teleurgesteld hoe een periode die ons hele leven op de kop heeft gezet als land... hoe weinig we daar nog aan denken op dit moment. En dat dus nee. eigenlijk toch nog niet zo beslecht is als dat we hadden gehoopt. Nee, want ik had wel ge gehoopt dat de, de manier zoals wij heb hebben gewerkt... die in de crisis goed werkte... dat dat, dat, dat ook een, een olievlek effect kon hebben... Nee. <laughs> uh, tot hoe de dienstverlening overheidsbreed uh, zou werken. niet alleen wat wij hebben gedaan, maar ook wat, wat binnen gemeentes is gebeurd. De Tozo-regeling, de Corona-check-app, de Corona-melder-app. Hoe snel vaccinatie uit de grond is gestampt. Um, en ik, dat heb ik niet zien gebeuren. Dus en Thomas, is dat, dat iets waar, waar jij ook het gevoel hebt... daar moeten we nog veel meer voor gaan ageren met elkaar? Nou, ik denk dat het momentum van corona, dat, dat, zit nu niet, dat is nu niet meer... Hè. Je krijgt straks parlementaire enquête en dat komt dan weer even. Dus ik denk dat je wel de. Daarom zit, zitten wij hier ook. <laughs> dus de, de casussen hey. uit het verleden daarvan moet leren. En toch zal het zal niet een grote beweging kunnen zijn. Maar die beweging die je nu ziet bij uitvoeringsorganisaties zeggen. Het moet gaan om dienstverlening en, en um, er moet niet weer een regel bij komen vanuit de Kamer of nog een regeling. We moeten juist minder. Uh, dat vind ik wel een hele goede. Of het door corona komt, weet ik niet. Uh, maar daar put ik wel mijn, uh, mijn hoop uit. Ja. En uh, nou ja, we zijn uh, bijna aan het einde gekomen. Zijn er nog gouden tips waarvan je zegt van nou, dat moet je ook echt meenemen. Want het is gebruikerscentraal, dus mensen kijken van overal <laughs> vandaan. Uh. Dus misschien ook van heel veel verschillende ministeries en instanties. Ja, uh, het gouden tip: ja, voor mij is het gouden tip empathie. Eigenlijk, je zou altijd moeten kijken wat je maakt, sluit dat aan. Uh, overheid moet gewoon veel dichter bij mensen komen. Uh, ik denk dat gebruikerscentraal dat heel erg kan. Uh, komen ja, en blijven. Ja. Tamas? Ja, goede mensen maken het verschil. Hè, dus we hebben dus Christie hier, hier zit, maar ook mensen die echt het goede willen doen. Um, die moet je binnen de overheid zoveel mogelijk faciliteren. En dan, dan, komt, dan komt het ook goed. Dus uh, ja, ook al die mensen die nu luisteren met ik wil iets veranderen, blijf altijd streven naar het, het goede. En stuur dat ja. mailtje, zoals jij ook gedaan hebt, gewoon uh, de minister mailen of zo. Ja. Hoor. Ja, vraag, vraag hulp aan Bobo's ook. Die, die zitten daar niet voor niets. Niet alleen maar om, uh, om brandjes te blussen of de minister tevreden te stellen. Die zitten daar ook om, uh, om juist de energie die, die mensen hebben die iets willen veranderen te koppelen aan een organisatie.